we willen wonen en werken in een leefomgeving die gezond, schoon en veilig is. Een belangrijk middel om te zorgen dat dit zo blijft, is regelmatig waterbodemonderzoek doen. Hoe dit gebeurt en waarom dit zo belangrijk is, vertelt Ulke Hoekstra van ingenieurs- en adviesbureau Antea Groep. Het doen van bodemonderzoek is belangrijk omdat we willen weten wat de kwaliteit van de waterbodem is. Aan de hand van de kwaliteit van de species en de hoeveelheden stellen we een plan op. Dat noem je een bestek. Wij bepalen de dieptes, we kijken hoeveel slip erin zit. We berekenen de hoeveelheden en we kijken naar de kwaliteit van het slip. En zit er een bestek aan vast wat we moeten schrijven, dan kijken we ook direct in het veld van hoe we dit het meest efficiënt kunnen baggeren. Wij proberen daar waar mogelijk het onderzoek te verrichten met ons elektrische motortje. Dat is duurzamer ten opzichte van varen op benzine. Vooral klein water en als de afstanden niet te groot zijn, dan is elektrisch varen eigenlijk ideaal. Je hoeft niet steeds de start in te doen, je hoeft geen benzine mee te nemen. Waar je ook aan kunt denken qua duurzaamheid is de locaties die wij proberen te zoeken voor de baggerspecie. Daar waar mogelijk proberen we dat in de omgeving te verwerken. En waar je ook nog aan kunt denken is de aanbesteding van de baggerwerken. Dat je aannemers selecteert op basis van CO2 prestatieladders. En dat is wat wij eraan kunnen doen. Verschillende bedrijven die zijn bezig met het ontwikkelen van sensoren. Om iets te kunnen vertellen over de waterkwaliteit. Daarbij kun je denken aan het meten van de hardheid, tracers voor metalen, tracers voor blauwaal bijvoorbeeld, dat zijn cyaniden. En als je dat eenvoudig tijdens de uitvoering van ons werk kan meten, dan verzamel je een heleboel data die je op een later moment zo van een USB-stickje naar boven kunt halen. En dat is dan vaak interessant voor een waterschap, een provincie, die steeds meer bezig zijn met duurzaamheid. Dat is een goede ontwikkeling, dat je dingen voor kunt zijn.